Zoals Churchill al zei: "We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us." Dat de gebouwde omgeving een belangrijke invloed op ons gedrag heeft, is dus al langer bekend. Maar kun je op basis van die inrichting ook het gedrag van mensen voorspellen? Voor een belangrijk deel wel. Uit grootschalig onderzoek van Ruimteverhaal en Roots Beleidsadvies blijkt dat het bezoekgedrag voor een groot deel afhankelijk is van het bezoekmotief en specifieke kenmerken van functies, plinten en openbare ruimte. Gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers kunnen het gedrag van bezoekers zowel positief als negatief beïnvloeden. Belangrijke knoppen waaraan gedraaid kan worden zijn functies, plinten en openbare ruimte. Dat betekent ook dat het bezoekgedrag kan worden voorspeld als er inzicht is in die kenmerken. En dat het bezoekgedrag direct kan worden beïnvloed door specifieke ingrepen in plinten, functies van panden en openbare ruimte. We noemen dit mindfuck in de winkelstraat. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.